Ja, dat anders dan niet gezien, dat stelletje. Ja, dan kijken we. Ja, dat zeker. Breeburen, hè? Als je die in de winkel ziet, ja. Breeburen, ja, die... Dan blinkt die. Dan blinkt die. Maar deze niet. Ja, die hebben ze maar, goed staan. Blinken kunnen wij ze ook, hè? Maar dan moeten wij geen Breeburen. Maar als ik nou een Japanse wijnappel... Ja, dan kunnen wij niet spiegelen, hè? We kennen wel van Sneeuwwitje het sprookje, hè? Dat moet bijna wel een Japanse wijnappel zijn geweest. Dat is een antie. Ja. Want waarom moet nou dat ik op verschillende appelsoorten... ...dat ik in de winkel om die stickertjes op zitten? Ja, bij ons groeien ze er niet aan. Ik heb ze al zo dingen gezocht aan de boom... ...maar we hebben er nooit in een appel gevonden mijn sticker erop. Weet waar, niet op deze wel. Ja, ja. Oké, dankjewel. Ah, dat is voor de kassières, pa. Ja. Dan weten ze wat ze aan moeten slaan. Nee, maar ja, wij proberen al die oude rassen nog op te zoeken, waar ze staan te vinden. En dan maken wij daar wel eentjes van. En dan proberen wij... Heb je die oude rassen op? De Belle Fleur en de Sterrappel? Ja, dat ligt er allemaal. Ja, we hebben nu al de mond voor... Ruikt u nog goed? Ruikt u het nog goed? Ja, dat was goed. Ja. Rukte. De geur van vroeger. Dat is een sterrappel. Deze sterrappel, hè? Daar hoef je geen discussie over te hebben. Mensen van 100 jaar of 120 jaar. En ze hebben ze 80 jaar niet gezien of geroken. Laat die appel ruiken. Zeggen ze sterrappel. Kunt u nog goed ruiken, mevrouw? Ik kan nog goed ruiken, ja. Nou. Sterrappel. Dat is echt een sterrappel. Ja, daar is gewoon geen discussie over. Oh, die zijn zo lekker. Ja. En dat is zo grappig, hè? En ik zal net te vertellen, mensen van 100 jaar, die ze al 40 of 50 jaar niet meer hebben geroken of gezien. Ja. Allemaal blind, ruiken ervan, sterren. Wij gingen vroeger als eerste uit bed om de appeltjes te rapen. De sterren. Ja, maar dat is ook, dat is echt een... Als je zeg maar kalk tekort komt, gooit er nou geen 3 zakken bij, hè? Want dat heeft geen zin, want het spoelt allemaal weg. Een klein beetje, en dan volgend jaar weer elk jaar een klein beetje. Rijp fruit erbij. Maar dan fruit is plukrijk, maar nog niet eten. Dan zullen ze eens vastleggen. Ja. Want straks zijn ze weg, hoor. Ja. Zoiets, dat begint ietsjes te kleuren, maar die moet gewoon botergeel zijn. Ja. En dan zijn ze lekker. En deze ook, want ik heb nou deze. Ja, en ja maar er zijn mensen die ze wat groen ook lekker vinden, maar dat is gewoon... Oh nee, dat zit geen krakelsmaak aan. Nee. Nee. Nee, maar er zit sowieso niet zoveel smaak aan. Kraak wel, maar nou, smaak niet, hè. Nee, knap, zeggen ze dan. Ja, vergeet je gewoon van drinken. Ja, dan heb je nog koffie. Jullie zijn zo druk met praten en dan willen wij niet storen. Ja, nou zijn de pannenkoeken op. En jullie zitten even... Wij kunnen proberen. Ja, kijk, ik heb gewoon een waterzak zeggen, maar ik geef je zelf jongen mee. Ja, daar zit de kalk in. Ja, die is kalk. Prima. Maar gewoon bij korreltjes of poeierkalk in. Ja, dat is eigenlijk ook een mooi product. Sinds 1647 wordt het slotje bewoond door de zusters Norbertinessen. Het is de enige kloostergemeenschap in Nederland die de 80-jarige oorlog overleefde, dankzij de goede relaties met het huis van Oranje-Nassau. De kloostergemeenschap bestaat ononderbroken al vanaf 1271. Ja. Komen jullie uit Oosterhout? Ja. En wat is de reden dat jullie na deze open dag komen? Nou, wij wonen hier in de Zandheuvel, dus Wij kijken uit op de kloosters. En Dan is het ook wel eens leuk om te zien wat er achter de muren gebeurt in plaats van altijd... Dus jullie wonen hier vlakbij, maar je komt eigenlijk zelf hier? Ja. Ja. En hoe oud is de kleinste dan? 4 maanden. Jongen of een meisje? Jongen. Een jongen. Ja. Dus die mag niet intreden? Nee. Dus geen toekomstige bewoner van het klooster? Nee, misschien wel een toekomstige imker. Ja, is hij wel. Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Hebben jullie wel eens erover, serieus overwogen om het klooster in te gaan? Nee. Ik vraag het omdat de zusters gewoon die wat jonge zusters willen. Dus jullie maken er wel een kansje. Ja, nee, mijn oud-tantes zitten allemaal in het klooster. Ook de wijn van de zusters drinken? Ja. Ja? Ja, we zijn van plan om mijn wijn... als het goed is kun je die koken, Wijnranken. En omdat we natuurlijk 2 kinderen hebben, is het leuk als we 2 wijnranken hebben. En dat altijd onze roots hier blijven liggen, ook al gaan we verhuizen. Dus, Dan krijg je straks de kwijn van je eigen wijnranken. Ja, dat is al het mooiste. Echt leuk. Ja. Leuk. Ja, eten. Bedankt. Oké, graag gedaan. Kinderen zijn er. Oh. Ja, bijen. Dat zijn hele kleine bijen. Eerst worden het dus en dan en dan komen er bijtjes uit. Ja, niet te hard slaan. Rustig blijven. Niet slaan. Want de bijtjes die vinden het hartstikke leuk als je rustig bent en heel kalm.
En dit is, ook zo'n kleine. Dit is een kleine koninginnendop, zie je het? Kijk, die staat daar. Deze. Hallo. Dus het zit hem gewoon puur in het koninginnetjelijf dat ze krijgen. Iets wat een normale werkster niet krijgt, krijgt een koningin wel. Dus het zit hem gewoon puur in het voedsel. Het zijn allebei bevroegde eieren. Ja, de koningin kan best wel een aantal. Het is maar net of je koningin kunt doen. Of je een broodje op kunt zetten. Maar een koning hebben ze niet. Een koning hebben ze niet. Dus op een gegeven destijds, tenminste de koningin Beatrix, die werd vervangen door koning Willem-Alexander. En toen waren er ook van die kleintjes die zeiden van, heb je nu ook een koning in de kast? Kijk, bijen die bouwen gewoon van boven naar beneden. Hè? En dat doen ze met was. En wasklieren die zitten hierachter. Kijk, dit zijn de wasklieren hieronder. En die zweten was. En daardoor kunnen ze dit maken. Maar wespen, die doen het heel anders. Die hebben op een gegeven moment gewoon papier of karton. En dat vermalen ze. En dan krijg je op een gegeven moment een soort papje. En dan krijg je dus zulke soort nesten. Ja. Dat is eigenlijk papier-maché, wat we vroeger ook altijd deden. Eentje van het pan op dak. De zusters leven volgens de regel van Sint Augustinus en de constituties van de Norbertijnen orde. Om de beleving van het evangelische ideaal te realiseren in gemeenschap, door liturgie en door de ontvangst van vele gasten per jaar. De kerkdiensten van de zusters zijn vrij toegankelijk. En bij de Slobbosse Toren staan er veel. Ja, er staan er veel. Je hoeft niet te kijken dat je bijvoorbeeld te veel volk hebt. Nee hoor. Nee, als, ja, je moet niet zijn. Omdat je niet zo daar staan er heel veel. Maar de, ze vliegen 3 tot 5 kilometer in de rond. Ja. Half uurtje, 20 minuten, half uurtje, wat fijn voor jullie. Er komt een wereldprogramma, liederen over heel de wereld. Christus door elkaar, aan elkaar, er eentje door via Corbijn. En wij proberen er een mooi geheel van te maken. Shalom, Gavari, shalom, Gavari, shalom. Dus ik ben ook blij dat ze mij zien. Zou je niet zeggen? Gezondheid. Houd zo goed wat we hebben. Gezondheid. Nou, proost. Dat het maar snel mag groeien hier. Zo is het. Neem rustig even onze lekkere kaarsjes. Ja, ik ben boerin. Ja. Wat ben jij dan? Een goeie. We hebben nu ongeveer 70 melkkoeien. En dat is een beetje voor het gevoel. Gemiddeld Nederlands bedrijf heeft er 80. Ja, we willen nog wel een beetje groeien inderdaad naar dat gemiddelde toe. Maar we hadden eigenlijk zoiets van, ja, je kan nog wel groter gaan groeien. En dan die locatie past eigenlijk ook helemaal niet bij mij. Want ik wil gewoon allemaal koeien gewoon individueel nog kennen. En mijn vriend die is dus echt geen boer, maar dat is wel een Bourgondier. En het zit hier vlakbij. Het is echt zeg maar letterlijk, als je hier zo rechtdoor kijkt, dan zitten we daar achter de wijnvelden. Wat was het gedoe? Dus het is hier zo de... Nee, het is hier op het erf. Het is eigenlijk op het erf van het andere klooster. Jullie maken het? Ja. Ja, we hebben...